Beste studenten, welkom bij weer een filmpje van Systeemdynamica. Wat we vandaag gaan doen is een ander type filter. Ik noem hem maar even een CR-filter. Lijkt op een RC, maar ik ga de volgorde anders bouwen. Dus daarvoor hebben we weer elektrische componenten nodig. Namelijk een condensator. Die ga ik hier plaatsen. En een weerstand. Ja. Ik pak een spanningsbron, die zit hier. Ja. Oh, weer een AC, hè. Ik wil een wisselspanning bekijken. Oké. En nog een ground. Oké. Ik ga ze verbinden met elkaar. Nou, wat je ziet... met dit knopje, dan kun je ze met elkaar verbinden. Maar je ziet wel dat deze eigenlijk niet zo mooi staat. Dus die ga ik even naar rechts draaien. Drawing, rotate, right. Oké. Wat je nu ziet als ik op dit knopje druk, dat er donkere blokjes zitten en witte blokjes. Dat heeft te maken, dit is de high kant. Even denken. En dit is de low kant. Dus als je straks model linearization doet, dan moet je wel de juiste kiezen. Zeg maar. Dat is wel even belangrijk. Ik hang ze aan elkaar. Ik zou wel, de tip is wel om het te proberen meteen een mooi schema van te maken. Het komt wat professioneler over. En als laatste deze. Oké. Dan gaan we simuleren. Als eerste eens even kijken. Dan moet ik instellen welke grafieken ik wil hebben. Eens even kijken. En de voltage source en de hoge kant wil ik dan hebben. Oké. En ik wil er nog eentje toevoegen. Namelijk de hoge kant van de weerstand. Oké. Ik kan hem simuleren. Eens even kijken wat er gebeurt. Oh, daar hebben we weer datzelfde probleem wat we eerder hadden. Hè? Dat ik hem wel op het juiste moment moet laten beginnen. Dus ik, of niet op het juiste moment, maar de tijdstap moet klein genoeg. Ik doe even 0,2 seconden. Voor 50, ja, daar hebben we nog niet naar gekeken. Maar die spanningsbron is standaard 50 hertz. Dus dat, nou, dan 0,2 seconden lijkt wel een goede waarde. Oké. Dan zien we dit. Wat we nu zien is dat ze precies... We zien maar eigenlijk één grafiek. En ik wilde twee grafieken. Dit is omdat ze precies over elkaar heen liggen. Dat is iets wat je moet weten. Nou, hoe kunnen we dat veranderen? Door bijvoorbeeld een andere waarde voor die 50 hertz te kiezen. Als ik voor die 50 hertz bijvoorbeeld 0,1 hertz pak... En waarom doe ik dat? Hè? Die capaciteit is waarschijnlijk gewoon 1. Dat, hè, ik heb niks aan veranderd, dus dat is 1 farad. En die weerstand is ook 1 ohm. Oké, dan is het touwtijd van 1 seconde. Nou, dan weet je, als ik dan een frequentie doe van 0,1 hertz, dan zit ik in ieder geval aan de andere kant. Nou, laten we eens kijken wat er dan gebeurt. Dan kan ik me runnen. Oh ja, dat is natuurlijk wel logisch. Als ik een hele lage frequentie erin zet, dan moet ik de tijdschaal wel even anders instellen. De tijdschaal, dan pakken we deze. En dan kijken we bijvoorbeeld weer gewoon voor 2 seconden of zo. Ja. Dan run ik hem. Nou ja, 2 seconden was niet de beste keuze. Laten we 10 seconden pakken en... Waar is mijn cursor? Daar. Laat ik ook de oude grafiek even leegmaken. Ah, nou, nu zien we dat het ingangssignaal dit is en dat het blijkbaar verzwakt wordt. Nou, dan heb je... Wat we net zagen bij 50 hertz, dat het gewoon hetzelfde blijft. En bij 0,1 hertz dat die verzwakt wordt. Nou, dan weet je waarschijnlijk al wel of het een hoog of een laag doorlaatfilter is. Maar hoe kunnen we dat nou nog beter bekijken? Dan kunnen we beter bekijken door weer naar onze bodemplot te gaan. Om naar onze bodemplot te gaan, gaan we naar Frequency Domain Toolbox Model Linearization. Dan kiezen we weer de input. Even denken, de input is de spanningsbron, de hoge kant. Ja. En de
output is weer de weerstand, de hoge kant. De spanning over de weerstand. Oké. Okay. Dan krijgen we de model linearization. Er staat hier iets van een transferfunctie. Gaan we het later nog over hebben wat dat precies betekent. Maar nu kunnen we weer naar de bodemplot gaan kijken. En wat zien we dan? Dan zien we dat het voor lage frequenties wordt gedempt. Hebben we trouwens ook een faseverdraaiing, zie je. En voor hoge frequenties gaat hij gewoon normaal door en is er eigenlijk ook geen faseverdraaiing, want dit is nul faseverdraaiing. Nou, dat is eigenlijk wel wat we verwachten bij een hoogdoorlaatfilter. En dat is ook wel wat we verwachten als die condensator boven staat en de weerstand naar rechts. Kunnen we er nog meer uithalen hier? Ja, zeker. Er zitten allemaal interessante plotjes hier. Maar waar ik nu even naar wil kijken is, wat als ik er een stapfunctie op zet? Eens even denken, vinden we dit logisch? Als ik een stapfunctie opzet, bijvoorbeeld 1 volt, dan laat die condensator langzaam op. Net zolang tot de volt puur over de condensator staat, dus dan is uiteindelijk de uitgangsspanning 0 volt. Nou, dat is wat je hier ook ziet gebeuren. Wat ik ook vertelde, is die R keer die C is de touwtijd. Dat is in dit geval dan 1 seconde. Even kijken, vinden we dat dan logisch? 1 seconde en hier, weet je, ik gok dat hij hier zelfs op 63, nee, 1 min 63%, dus 100% min 63% van die 1 volt zit, gok ik. Dat zijn van die kengetallen die ook weer bij die touwtijd horen. Nou, dan hebben we dus ons CR of RC filter, maar dan omgekeerd gemodelleerd. Op naar de volgende opdracht.